Weet je het nog? Goedemorgen. 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 Goedemorgen, Pops. Goedemorgen. En welkom bij deze nieuwe vlog van Familie Vrijdag. Yeah. Yeah. Het is vandaag zaterdag. 13 augustus. Ja. En we zijn. Oh, jij niet. Nou, dan niet. We zijn weer thuis. Gisteren natuurlijk thuisgekomen van vakantie. En we gaan zo meteen. Heb je lekker geslapen trouwens? Oh, zo lekker. Oh, zo lekker in eigen bed. En Poppy ook lekker geslapen. Oh, zo lekker. Jullie zien daar nog een tas welke uitgepakt moet worden en allemaal troepjes op tafel. Maar dat komt vandaag wel weer. Zometeen gaan we eerst boodschappen doen. Ga jij boodschappen doen of ik? Ja, jij ging boodschappen doen. Ga jij boodschappen doen? Mama gaat zo even ontbijtje halen. Goed? Nee? Oh. Ja. Ja, misschien nog wel een croissantje. Ja. En jij, wat wil jij hebben? Ontbijtje. Jij wil gewoon een ontbijtje. Daar heb je al volgens mij 2 weken zin in, hè? Ontbijtje. Ja. Wil je ook een ontbijtje? Maar mama heeft dan een beetje melk nodig, dus dat ga ik halen, oké? Okay? Een ontbijtje? Ja. Oh, boink. En wij nog lekker een croissantje, denk ik. Oh ja. Oh ja. Lekker croissantje, lekker broodje misschien. Lekker. Dus mama gaat scheef snel aankleden. En dan ga ik een beetje halen. Net naar de winkel geweest. En voor Jaira heb ik melk gehaald. Want zij heeft al bijna 2 weken zin in een ontbijtje. Oftewel gewoon weer krusli met melk. Chocolade. En jij hebt daar ook zin in, hè? Nee, chocola en melk. Dat zei je niet. Heb je ook zin in een ontbijtje? Ja. Ja? En papa heeft zin in een douche. Eitje. En een douche. Lekker. Ik heb ook allemaal dingen gehad. En die croissantjes. Ja, croissantjes. 4. 4 voor €1. Dus goedkoper dan 1 croissantje daar. Ja. Dus schijn nog naar Duitsland, wees gewaarschuwd. Oké, okay, hier lekker donuts. Een bijtje. Dat is iets meer. Prima voor Loan. Ja, zo, kom maar. Alsjeblieft, een beetje melk erbij. Hallo. Je vraagt de Loan. Hallo. Beetje melk. Hallo. Lekker! Ja, Martijn heeft de ultieme hack om hem dicht te doen. Ja. Oh ja, dat is. Dan moet er eentje zo al naar binnen. En dan kan die zo er mooi overheen. Sorry. De eerste keer. Hey. Even pielen en tobben. En dan? Hoe zit hij nou dicht? Dat wil je niet zien. Ja. Dan zit hij mooi in een poogje dicht. Zo, Koenk. Oh, Koenk. Overal ligt zooi. Yay. Yay. Loan, maak je alles vies? Loan? Auto. Heb je weer lekker thuis gegeten? Ja, is lekker, hè? Ja, is lekker. Hey, weet je wat ook lekker is? Nou? Je eigen stoel, hè? Ook lekker, hè? Ja, is fijn. En Loan weer al zijn speelgoed. Ja. Ook fijn. Oh, de puinhoop. We hebben een polletje gehouden. Polletje? Op Instagram. Ja. Wat liever wordt gekeken. Wat liever wordt gekeken. Dat is de dagvlogs of de weekvlogs. Mm-hmm. Waarom moet je dan zo dicht op zitten? Omdat ik graag samen met jou wil. Oh, kijken. Maar ik wil eigenlijk douchen en jij gaat filmen. Dus. Ja, oké. Okay, nou, dus we laten hem nog eventjes lopen. Ja. Wat leuker is, een dagvlog of een weekvlog. Ja. Want heel misschien kunnen we hem dan nog wel uitbreiden. Als de dagvlog. Maar wil je ook zitten? Kom zitten dan. Dus als mensen de dagvlog leuk vinden, dan gaan we kijken of we wellicht iets meer kunnen vloggen. Ja. Ja.
Jij gaat met papa fietsen. Ja. Ja, jij gaat samen met papa... Nee, wij gaan lopen. We gaan mama's sleutel even ophalen. Hey. Nou, dit is Martijn's sleutel. En Martijn gaat mama's sleutel even halen bij opa en oma. Fietsen! Fietssleutel? Nee, gewone huissleutel, schat. En wij gaan naar jouw papa! Want dat hoort er ook bij. Als we terugkomen, even een kusje knuffel geven. Ja. Toch? Kom, pops, we gaan lopen. Ja. Ja, hier, meisje. Heb je er zin in? Ja. Ja, even een kusje knuffel geven. Ja. Fijn, hè? Ja. En eindelijk past het broekje. Echt jammer. Ja, daar hebben we heel lang op gewacht, hè, voordat dat broekje paste. Echt van 2 jaar of zo. Ja, zoiets. Ja, wij zijn net wezen kroelen met jou, papa. Ja. Maar ik niet, maar jij. En met je zusje. Ja. En met vriendin van jouw papa. Ja. Ja. Was leuk? Ja. En dan gaan we weer naar huis lopen, hè? Ja. En dan gaan we lekker kijken wat we gaan doen. Ja. De kindjes eten lekker pizza. Is het lekker, pizza? Ja. Omdat opa en oma er waren en je ieder al wel aan de lunch zat, maar wij nog niet, hadden wij hem uitgesteld. Maar dat uitgestelde, dat was... een beetje later dan gedacht. Ja. Dus nou hebben wij nog om 5 uur leftover sushi of zo lopen wegeten. Nou ja, half vijf. Zoiets. Ja. Veel te laat eigenlijk geluncht. Ja. Daardoor nu nog geen honger. Nee. Dus, wat is onze planning van vanavond? Helemaal niks. Jawel, ik ga alle... Tenminste, niet alle, maar ik ga beginnen met het editen. Van de vlogs. Van de dagvlogs. Ik denk dat ik maar ga PlayStation of zo. Ja, misschien gaan we nog fietsen, of niet? Joh. Fietsen. Misschien wel. Misschien wel. Oh, waarom? Misschien niet. We gaan het zien. We hebben een lekker ijsje. Ja, een scooter. Wat heb je? Een koekje. Ja? En een Oreo-koekje. Een machine, ja. Wat heb jij? Peer. Ik heb peer, wat was het, Kinder Bueno en Cherry Mania. En ik heb Cherry Mania, mango en, wat had ik ook weer? Cherry mango en, oh, passievrucht. Hallo. Kijk eens zo. Lekker. Mama. Ja. Mama. Het is inmiddels zaterdagavond 9:30 en ik ben bezig met alle video's op de computer over te zetten. Over te zetten? Van de telefoon op de computer. Om daar leuke vlogs van te maken speciaal voor jullie. Nou. Ook voor onszelf. Ook zeker voor onszelf. Ja. En 9:30, maar wij zitten nog aan met een beetje pizza. Want zoals ik al had gezegd, hadden wij nog niet gegeten, dus dat doen we nu. Ja, ik begon nou eindelijk een keertje trek te krijgen. Dat ik dacht van, ah. Dus een halve pizza. Ja. Om mee te beginnen. En daarna zien we wel verder. Dus... Gewoon over pizzatjes, stelt niet veel voor. Maar ach. Hé, hey, ziet. Het is oké. Okay. Het is oké. Ja. Dus voor vandaag houdt het op, want ik ga lekker aan de slag en jij gaat lekker gamen. Ik ga eerst even de tv aanzetten, kijken of er wat te beleven valt op een van onze 130 zenders of zo. Nee. Het zal vast wel niet. En dan als je gereed hebt, dan ga ik waarschijnlijk even gamen. Dus gaan we bij deze de vlog afsluiten. Ja. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet te liken. Vergeet ook niet te abonneren. Hier ergens onder. En tot de volgende keer. Volgende week. Tot de volgende video. Doei.